Hoi, ik ben Bianca en welkom bij deze nieuwe video. Ik weet gewoon echt niet waar ik moet beginnen, jongens. Hoe lang is dit geleden? Ik denk een jaar. En daarvoor was het volgens mij ook al een half jaar. Dus dat is niet echt fijn, hè? Ik gok zomaar dat dit een hele lange video gaat zijn. Want we hebben een hoop bij te kletsen. Maar ik heb ook goed nieuws. Dit is hopelijk wel weer het begin van een nieuwe lading video's op mijn YouTube kanaal. Ik ben echt weer van plan om mijn vlogs op te gaan pakken, om extra video's op te gaan nemen. Ik heb er echt wel weer heel veel zin in. Ik ben nog een beetje hoesterig, dus sorry, ik ga het er zoveel mogelijk proberen uit te knippen. Maar het zal misschien niet altijd lukken. Goed, waar ga ik beginnen? Ik ga beginnen bij waar ik met jullie ben geëindigd. Dat is mijn laatste video. Uit mijn hoofd gezegd is dat de Shein try-on shoplog. Superleuk om te maken. Maar ja, het was gewoon nog niet, eigenlijk gewoon nog niet de tijd om met YouTube te gaan beginnen. Ik was toen nog niet zo heel lang, voor mijn gevoel, uit het revalidatiecentrum. Ik was natuurlijk 3,5 maand van huis geweest door operatie en revalidatiecentrum. En jongens, dat was heftig. Dat was echt heel heftig. Ik ging het revalidatiecentrum of het ziekenhuis in zonder corona. Ik kwam eruit met, niet dat ik het had, maar de hele wereld was corona op dat moment. En ja, dat was gewoon zo ongelooflijk wennen. Niks was meer hetzelfde. Ik had geen enkele zekerheid meer in mijn leven, om het maar zo te zeggen. Ook op werkgebied, reïntegreren vanaf thuiswerksituatie. Het was gewoon echt heel zwaar. Dus dat is in die maanden gewoon best heel pittig geweest. Ik heb daar echt heel veel moeite mee gehad. Ik vertelde jullie dat ik niet meer single was, nu weer wel. In die periode ging het ook weer uit met Jeroen. Dat was niet wat we er allebei van gehoopt / verwacht hadden. En we gaan nog steeds super leuk met elkaar om. Maar ook dat was natuurlijk wel even weer een domper. Ja, zo is het wel. Toen ging ik een periode in van polyklinische revalidatie in het revalidatiecentrum waar ik ook intern was. En dat was heel fijn, want lekker opbouwen en verder. Maar al snel kwam ik erachter dat een deel van de klachten die ik had niet is opgelost door de operatie. De pijn was ik kwijt, wat natuurlijk echt fantastisch was en nog steeds is. Maar ik heb ook heel erg veel last van spasticiteit in mijn benen gehad. In de afgelopen paar jaar. En dat werd eigenlijk alleen maar erger. En dat werd door na de operatie alleen nog maar weer erger. Dus dat was wel heel erg jammer. Ik heb dat toen overlegd met de revalidatiearts. En ja, die kwam met het idee om een baclofenbom te laten plaatsen. Nou, daar wil ik op zich, als jullie het leuk vinden, wel een keer een aparte video over maken. Laat even in de reacties weten of je dat leuk vindt, dan zal ik dat doen. Maar in het kort komt het erop neer dat ik een pomp heb in mijn buik die spierverslappers afgeeft op een regelmatige basis, waardoor ik geen last meer heb van spasticiteit in mijn benen. Vorig jaar, nou, eind zomer, is dat traject een beetje begonnen met het erover hebben. Intake gehad, kijken of ik er überhaupt wel geschikt voor was, dat soort dingen. En uiteindelijk in oktober zo'n beetje bleek van, nou, je komt in aanmerking. Sterker nog, we denken dat het echt wel wat voor je gaat doen. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Nou was die procedure zo dat ze eerst een proef doen om te kijken, inderdaad, reageer je erop zoals we gehoopt hebben, want anders dan gaan ze die hele pomp plaatsen en dan doet hij niks. Zou een beetje jammer zijn. En daarna doen we een definitieve plaatsing. Nou, die was in eerste instantie begin november gepland.
Maar corona, druk in de ziekenhuizen, dus dat werd maar uitgesteld en maar uitgesteld en maar uitgesteld. Dat was echt wel heel naar. Want ja, je zit maar te wachten tot je aan de beurt bent. Het is al spannend genoeg allemaal. Toen ben ik uiteindelijk begin januari voor de proef gegaan. Dat ging niet zo heel erg lekker. De werking van de pomp was meteen duidelijk. Dat was echt super top. Maar ik had heel erg veel pijn van de katheter die ze in mijn rug hadden geplaatst. Het slangetje waardoor de medicijnen terechtkomen daar waar ze terecht moeten komen. En dat was echt hele nare pijn. Wat maakte dat ik het lastig vond om een beslissing te nemen. Want je kan wel van je spasticiteit af zijn. Maar als dat betekent dat je er zulke pijnen voor terugkrijgt, is het ook niet echt de bedoeling. Dus goed overleg gehad met de artsen en dergelijke. En ja, zij hadden de verwachting dat het met de definitieve plaatsing anders zou lopen. Maar ook zij wisten het niet helemaal zeker. Dus kwamen we erop uit dat ze het in twee keer zouden doen. Ze zouden eerst de katheter plaatsen. Kijken of dat weer zo'n pijn ging doen. En als dat zo was, dan konden we afbreken, het proces. En als dat niet zo zou zijn, zouden ze twee weken later de pomp plaatsen. Nou, helemaal top. Nou, dat werd weer door corona uitgesteld en uitgesteld. Uiteindelijk is dat in maart gebeurd. In maart heb ik de eerste operatie gehad. En gelukkig deed dat helemaal niet zo heel veel pijn. Die katheter voelde ik eigenlijk nauwelijks, dus dat was heel fijn. Twee weken later is toen de pomp erbij geplaatst. Toen ben ik weer naar een revalidatiecentrum gegaan, dit keer in Rotterdam, want ik ben ook in Rotterdam geopereerd, om die pomp af te stellen. Dus dan is het kijken, hoeveel spasticiteit heb je nog, moet die een beetje omhoog, moet die een beetje omlaag. Nou, dat wordt allemaal zeer goed in de gaten gehouden, dus daar was ik heel blij mee. Daar ben ik twee weken geweest en toen ben ik naar huis gegaan en toen kon ik eindelijk echt gaan opknappen en weer door, want dat zou de laatste operatie zijn. Intussen was ik ook wel weer aan het werk gegaan, wel in een iets andere functie als dat ik deed, een veel leukere functie, dus dat is heel fijn. Maar ja, dat lag door die operaties ook iedere keer weer even stil en weer opstarten en weer even stil, dus dat was wel een beetje naar. Maar nu had ik zoiets van, oké, nu gaan we er weer echt voor. En wat er met zo'n pomp gebeurt, die pomp, daar zit dat middel in. Maar ja, eens is dat middel natuurlijk op, wat heel logisch is. En dan moet die bijgevuld worden. Nou, hoe ze dat doen is door middel van door je buik heen te prikken. Er zit zo'n prikpunt in die pomp en daarmee vullen ze hem. Dat klinkt heel eng en pijnlijk en dat valt uiteindelijk gelukkig heel erg mee. Maar mijn pechpunten waren blijkbaar nog niet op, want het vullen lukte niet. 8 keer prikken, thuis doen ze dat. En nog hadden ze het prikpunt niet gevonden. Dus moest ik opnieuw naar het ziekenhuis om onder röntgendoorlichting hem aan te prikken. En ook dat lukte niet. Natuurlijk wel heel gek, want dan kan je gewoon zien wat je doet. Totdat de arts ineens zei, volgens mij ligt die ondersteboven. Ja, blijkt nou, die pomp is in de eerste dagen, waarschijnlijk na de operatie, omgeflipt. En met het prikpunt naar beneden komen te liggen. Daar is die een beetje vast gaan groeien. Dus ze kregen dat ding ook met geen mogelijkheid meer teruggedraaid. Dus dat werd weer een operatie. Ja. Die operatie is 19 mei geweest en nu kan ik hopelijk, je weet het nooit helemaal zeker, maar nu kan ik wel zeggen dat ik er vanaf ben. Het medische traject is na 1,5 jaar achter de rug, wat ik heel fijn vind, want het is wel echt even klaar nu. Het wordt tijd voor leukere dingen. De wereld om me heen wordt ook steeds weer een beetje leuker. Dus hoe fijn is dat? Wat dat betreft was het wel een goede timing. Ik heb in de buitenwereld weinig tot niks gemist. Dus dat is wel lekker.
Dus ja, dat is wel een beetje wat, wat mijn verhaal is van de afgelopen anderhalf jaar, jongens. En ja, je snapt hopelijk dat vloggen en überhaupt YouTube en mezelf op beeld, zat er gewoon even niet in. Het zat er gewoon echt even niet in. Maar ik heb er nu weer heel veel zin in. Ik heb ook heel veel leuke andere nieuwe dingen met jullie te delen. In de zin van, ik heb de afgelopen anderhalf jaar heel veel online geleefd. Zoals waarschijnlijk heel veel. En waar ik dat eerst heel graag ook op YouTube deed, heb ik Twitch en Discord leren kennen. Door middel van dat ik Animal Crossing ging spelen, dat ik Sims ging spelen. Want ja, je moet toch wat, hè? Het is corona, dus er was niet heel veel anders. En daardoor ook weer heel veel hele leuke mensen, hele lieve mensen leren kennen. Dat is echt leuk. Dus ook in die wereld wil ik jullie graag een beetje mee gaan nemen in de komende tijd. Want ik werk nog wel steeds vanuit huis. En ik doe nog niet super veel sociale dingen. Dus de vlogs zullen in de eerste instantie misschien nog niet echt heel legendarisch worden. Maar nou zijn mijn vlogs altijd wel een beetje huisje, boompje, beestje geweest. Hè? Dus daarin zal er misschien niet heel veel veranderen. Nou, volgens mij wordt het toch een minder lange video dan ik dacht. Want ik dacht, ik ben echt een uur aan het kletsen. Maar ik ben nu 12 minuten bezig. En dit is eigenlijk wel wat ik aan jullie kwijt wilde. Ik ga deze video wel een beetje bewerken, maar ik ga er geen intro, outro, thumbnail van maken. Hij gaat gewoon lekker zo heel puur op YouTube. En dan hoop ik dat jullie allemaal even een leuke reactie achterlaten, want ik ben ook echt super benieuwd hoe het met jullie allemaal gaat. Dus laat mij dat ook even weten en ja, tot gauw weer! Doei doei!